Suriname heeft er sinds 30 maart 6 tolken en vertalers bij. Het gaat om Warun Matapsing, Sue Ellen Malone, Shanti Krishnadat, Charlie Wong, Cindy Lee en Biko Seewijk, die in verschillende talen hun diensten zullen aanbieden. Directeur Nasir Eskaak van Binnenlandse Zaken gaf aan de tolken en vertalers mee dat wij met hun beëdiging culturele bruggenbouwers rijker zijn. Je moet accuraat bezig zijn en precies dezelfde context overbrengen bij de vertolking of vertaling, zoals is aangegeven. Aldus Eskaak tegenover de nieuwe tolken en vertalers.